sporting event Social Today. Ruim 30 experts delen vandaag hun trends, tips en tricks op het gebied van creative content, customer experience en digital commerce. En op het moment dat de campagne ging lopen, hebben we deze drie pilaren weer aangehouden. Dus de brand awareness, de educatie en de conversie en daar verschillende middelen voor ingezet. We hebben in 2017 de campagne voor Vivid Sport gelanceerd. Een nieuwe herstellijn, sportherstellijn van Friesland Campina op de platformen van Runners World. Wij zijn de afzender van de content samen met Vivid. Dus wij hadden eigenlijk één hele belangrijke regel dat de content echt moet zijn. Het moeten echte mensen zijn, er moet echte emotie in zitten. En als je impactvolle content hebt, dan kun je daar ook stiekem wel een boodschap in verpakken. So the war on attention is this idea that, you know, we can't take in all of the information that people are throwing at us today, and we're becoming very good at blocking out what is wasting our attention. So more and more the secret is learning how do we not waste people's attention and make that important connection with people. I think the most important point that I covered in my session today is that you need to empower the people in your community to tell your story for you, not you being always the one that tells that story. Wat voor ons de allerbelangrijkste learnings waren, is dat passie geloofwaardigheid is. We hebben vandaag dus op Social Today verteld over onze influencerscampagne. In deze campagne hebben we jonge Amsterdammers, influencers op hun eigen gebied, uitgenodigd om een avond in het stedelijk te komen organiseren. En zij mochten dat helemaal zelf invullen en nodigden voor die avond dus hun eigen netwerk, dus hun eigen vrienden uit. En zo hoopten we eigenlijk het Stedelijk Museum meer onder de aandacht te brengen van jonge Amsterdammers. En wat voor ons misschien wel de belangrijkste learning was, is dat een klein bereik is ook oké. Sterker nog, een klein bereik heeft voor ons veel meer teweeg gebracht. Nou, vandaag op Social Today heb ik een presentatie gegeven namens LinkedIn. En ik heb iets verteld over sponsored video op het LinkedIn-platform. Als je op het LinkedIn-platform zakelijk video wil inzetten met succes, zijn een aantal dingen heel belangrijk. Korter is beter. Ondertitels zijn heel belangrijk, want het geluid staat uit. En het is ook heel belangrijk om te testen en ook te bekijken hoe het eruit ziet op mobiel. Omdat het grootste deel van de doelgroep zal jouw video mobiel gaan zien. De eerste stap die bedrijven moeten nemen om content stories te gaan maken op social media, dus op Facebook, Instagram of Snapchat, is nadenken over je doel en over je doelgroep. En dan komt natuurlijk je verhaal. En je verhaal weet je als het goed is, want dat is je missie of je visie van je bedrijf. En vanuit die passie vertel je dus een verhaal op een van die kanalen waar jouw doelgroep zit. Maar ook het visueel vertellen van je verhaal. Dus denk niet alleen in tekst, maar denk wat is mijn boodschap en hoe breng ik de boodschap het beste naar voren. Is dat video, is dat korte video, lange video, is dat tekst? Dus denk na over je doel van tevoren, voordat je al in de tekststand schiet. Het eerste wat social media marketeers kunnen doen om data interessant te maken is, ja, allereerst gewoon het hele verhaal van data en big data, dat alles maar in data zichtbaar is, om dat los te laten. Want als je dat in je achterhoofd hebt, dan kom je in de praktijk valt het gewoon vies tegen. Want ook ik werk heel veel met data, maar juist altijd precies net dat stukje wat ik het liefst zou willen weten, dat is er dan net niet. Mijn boodschap is vooral begin klein, ga iets doen, meet daar het resultaat van, vertaal dat naar een learning, zodat je het de volgende keer beter kan doen. Goed, de grondslagen. Er zijn er 6 opgenomen in de wet. Een grondslag heb je nodig om überhaupt gegevens te persoonsgegevens te mogen verwerken. Kun je niet gebruik maken van een van deze grondslagen, dan mag je de persoonsgegevens niet verwerken. De eerste stap die je moet zetten om AVG compliant te worden is vooral eigenlijk de beveiliging op orde hebben. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. De gevolgen van niet compliant zijn vooral risicoboetes. Dat kan echt oplopen tot 10 en 20 miljoen, alwel je niet failliet eraan zult gaan. Dus daar zal de autoriteit persoonsgegevens altijd wel rekening mee houden. Ja, mijn belangrijkste boodschap is toch wel dat je goed moet weten wat je doet en dat je net zo om moet gaan met de gegevens van je eigen klanten en contacten als jij zou willen dat bijvoorbeeld Facebook met jouw gegevens om zou gaan. Wat we vandaag vooral hebben gezien is, we hebben niet een historie van 10, 20, 30 jaar waar we kunnen terugvallen en dat ons een template oplevert van zo moet je doen. We moeten leren, we moeten experimenteren, we moeten continu verbeteren en ontwikkelen. Dus de boodschap is, beginnen vooral mee, ga het vooral doen.